Goedemorgen beste mensen, het is vandaag zondag 22 september 2019. Het is momenteel 7.20 uur hier in Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben nog een vijftal kilometer van Hulst. Dus ik ga nog even naar het winkelcentrum komen aan de stad Hulst. Dus nog even een 10-15 minuten met de fiets en ik ben aan het winkelcentrum. Voilà, beste mensen, aankomst Hulst, laten we zeggen binnenstad. Dus hier aan de linkerkant, de eerste winkel, de Lidl. En even verder, de andere. En dan de tweede supermarkt, hier aan de linkerkant, de Jumbo 2. Die hier gekomen is in de plaats van de voormalige Imti. En rechterover van deze dus nieuwe Jumbo heb je op amper een vijftigtal meter de Jumbo 1. Dus identiek dezelfde supermarkt. Dus hier de Jumbo 1. Hier zie je al wat volk. Ja, de winkels zijn open vanaf 8 uur 's morgens. Maar het is natuurlijk ook logisch dat die Jumbo 2 meestal geen kat heeft in de morgen. Want ja, er zijn 5 winkels. Dan hier recht over nummer 4 van de rij nu, de Albert Heijn. Dus vlak naast de Jumbo. En dan de vijfde vanaf woensdag 25 september, de nieuwe Aldi. Recht over de Albert Heijn. Ik zal nu ook nog een update geven hier van die winkels. Ja, er zijn mensen die zeggen waarom moeten er 5 winkels bij elkaar zijn. Hé? 5 winkels, praktisch letterlijk naast elkaar. Kijk, als je dus hier voor die nieuwe Aldi bent, ben je aan de linkerkant al aan de supermarkt Jumbo 2. Dan kan je zo de tour doen en rechtdoor naar de Lidl. Het is ook zo, er is hier geen openbaar vervoer. Dus dat wil zeggen, enkel toegankelijk met de wagen of de fiets voor 5 supermarkten op éénzelfde locatie. We gaan nog even kijken naar wat is er veranderd van de vorige keer. Ja, je kan zien hier het voetpad is afgewerkt. Ook daar de parking. De parking bestaat uit 2 delen, dus je hebt hier al een ingang. Dus met een kleine parking dat je dus hier aan de Aldi bent. Ofwel recht over de Aldi. Vraag hier dus de aansluitende parking met de uitgang van de Albert Heijn. Voilà hier de gemeenschappelijke uitgang. We zien ook dat de Albert Heijn bredere parkeervakken heeft bijgekregen hier. Dus je kan duidelijk zien dat de vorige parkeervakken, dus die er reeds waren, toch wel iets smaller zijn dan die nieuwe. Dus die nieuwe zijn wel redelijk breed. Ik had ook gelezen in de krant dat dat een van de overeenkomsten was om die uitgang hier gemeenschappelijk te maken. En dat de Albert Heijn dus, omdat de uitgang verdeeld wordt, dus deze brede parkeervakken krijgt. En ook het bord is terug hier bij de Albert Heijn. Bedankt voor uw bezoek en tot ziens. En natuurlijk op hetzelfde moment de uitgang van de Aldi. We gaan even nog een kijkje nemen naar de winkel zelf. Fietsstalling staat er ook al. Voilà, ja, waarom niet? We gaan nog even nader kijken. Ja, en we kunnen zien ten opzichte van de vorige keer, dus dat de Aldi zijn rekken heeft, zijn installatie. Ja, eenmaal dat alles geïnstalleerd is zoals nu, geeft wel de indruk dat het kleiner is, het oppervlakte. Je hebt ook vorige keer kunnen zien op de video die lege zaal. Ja, nu zie je de traditionele Aldi, zoals we die overal kennen.
de discount rekken, laat ons zeggen. Ja, de parking is ook wel goed ingedeeld hier voor mensen met een baby of iemand die in verwachting is hier. Ook die directe parking en daar ook voor mensen die minder valide en zo. Dus ja, de Aldi die bijna open gaat, nu woensdag 25 september, heb ik gelezen om 7:45 is de opening. Maar bon, het blijft een zaak. Positief is het wel dat er veel winkels zijn, meer keuze voor de prijs te vergelijken, soms de goedkoopste artikels, maar op hetzelfde moment ook wel het nadeel, er is geen bus, dus geen openbaar vervoer hier, hé. 5 winkels zonder openbaar vervoer, en dat maakt het toch wel bijzonder lastig, als je even aan de andere kant woont van Hulst, of even erbuiten, je moet altijd tot hier komen, en ja, het kan enkel met de wagen. En als je toch geen wagen hebt, moet je een half uur je goederen sleuren naar het busstation van Hulst. Dus dat is nog altijd het knelpunt. Wanneer komt er hier een bus voor de bevolking? Voilà, beste mensen, dat was de update voor vandaag, zondag 22 september 2019, hier te Hulst, Zeeuws-Vlaanderen.